En kijken naar Laurens van Lieren, Nederland met Hexagons All Right. Deze 26-jarige nieuwe talentvolle ruiter voor het Nederlandse team. En hij rijdt ook op muziek naar zijn leeftijd. Vierde plaats. 12 ritten. Kijk eens naar die muziek en die beweging. Het is modern en gedurfd dit hoor. Het is natuurlijk lef, want het kan ook misgaan. Uitgestrekte draf. Goed uit. Kijk eens even hoe mooi. Terug. Meteen naar de moeilijke gangen, de passage en de piaf. Knap hoor. Kijk eens even. Dan weer uitstrekken. Dit zijn hele belangrijke onderdelen. Van een versneld naar een langzaam tempo. De jury ziet dat ook. Wat heeft hij weg laten lopen? Weer zo'n overgang. Passage is dit. Voorwaarts verheven eraf. En precies op de muziek. Chef Jansen, die heeft mee linkse vader, Leunus van Lier. Twee trainers, allebei. Maar hij laat zien dat hij hier kan. Kijk eens, mooie appartement. Keurig, mooie, schone zijgang. En naar daar, naar een pirouette. Zag en hoorde u mooi hoe gelijkmatig dat ging op de muziek en de beweging. Ik denk dat de jury hier niet aan ontkomt om hier hoge punten te geven. Wissels om de twee pas. Op de volte. Goed. Mooi creatief gebruik van de piste. Gezien over de rug van de voorzitter van de jury. Nederlander Fourage. Samen met vier anderen de proeven jury had. Mooie pirouette. Het enige zwakke punt wat ik op dit moment ontdekt heb, was eigenlijk die piaf. Wissels om de pas. Mooi. Mooi op de volte. En kijk eens even en luister hoe synchroon dat gaat op de muziek. En dat is echt heel belangrijk. Kun je zelfs met de toekomst sound nog hele hoge punten verdienen. Samen de stap. Een beetje heet is die daar. En van verzameld gaan we naar de uitgestrekte stap. Mag op mij wat geeft een tikje meer hebben. Hier is
is beter. Hier is het duidelijk beter. Achterbenen mooi over de voordruk van de indruk van de voorbenen. En nu weer terug. In de hand gesteld weer. En naar de draf. Keurig let hij op de overgang op van de muziek. Hij rijdt natuurlijk ook op de muziek. Uitgestrekte draf hier. Piaf. En ook weer op de muziek. Hij rijdt met hippische en muzikale lef. Is verzekerd van een plekje in de finale in april in Amsterdam. Kijk eens even hoe hij naar het einde van de proef stuurt. Laurens van Lieren met Hexagons All Right. We kunnen zeggen hij rijdt All Right, absoluut. Laat zien dat hij een hele stevige kandidaat is voor het kwartet in de... Kijk, Chef Jansen rechts in beeld en links zijn trotse vader. De man die echt de man achter zijn successen is. En er breekt hier in de Brabanthallen echt een pandemonium los. En dat is volkomen terecht. Want met lef rijden en met je kop rijden, dat zijn al twee verschillende dingen. Ik ben benieuwd of de jury er ook zo over denkt. 78-025. Een enorme score. Terecht voor Laurens van Lieren met Hexagons All Right. Vader en zoon en All Right nu op weg naar de stallen. Kunnen zeer tevreden zijn met 78-025 op het scorebord. En daarbij drukt van Lieren zijn stempel voor nu. En ik denk ook voor de nabije toekomst. De bel gaat.